intakegesprek had bij Ilse. Ja, nee, ik had Ilse. Ik had ook bij Ilse en ze kwam heel serieus en heel goed voor de zaak kwam ze over. Ja. Ze weet echt waar ze het over heeft. En Mira heb ik later leren kennen. Samen is het gewoon echt een team. Een team. Net als dat wij team zijn. Wij zijn ook een team. Alleen vandaag. Elke week weer. Nee, elke week. Elke week. Ja, ze steken mensen aan met ideeën over gezonde voeding. De workshop van smoothies heeft echt mensen geïnspireerd. Ja, gewoon het enthousiasme eigenlijk. Ja. Dat zegt hij. Ja. Nee, ja, nou, ik zit gewoon heel diep. Echt goed na te denken dat ik denk. Bij mij is er gewoon echt al binnen die 6 weken onwijs veel veranderd. Ja. Wat ik nooit van mezelf had verwacht. En puur door Ilse en Mira. Ja, dat klopt. Tuurlijk, je doet ergens aan mee. Tuurlijk, je wilt. Ja. Hè? Maar Ilse en Mira zijn wel de twee dames die er alles aan doen om je gewoon nog verder te brengen. Ja, ja, dat klopt. En nou, hè, hoeveel maanden hebben we nog te gaan? We hebben nog december, januari, februari, maart. We hebben nog een goede 4 maanden. Lekker. Ja. Lekker. Ja. We kunnen ook al wat kilootjes afleggen. Ja. Ja. Nee, leuk. Leuk wat jullie ook allemaal bedenken. Eventjes dingen. Ja. Hè? We zijn bezig boodschappen doen, we zijn bezig thee drinken. Elke week een uurtje skypen. Als jij zegt, ik ben een emotieeter, dan verklaar je aan jezelf dat jij een emotieeter bent. En wat is het gedrag wat daar tegenover staat? Echt dankzij de dames dat je er ook zin in krijgt. Ja. Ik bedoel, het is nu zondagochtend 9:30, we hebben een uur getraind. Ja. Er zijn leukere dingen op de zondagochtend die je kunt bedenken. En toch als we zo meteen thuis komen, dan voelen we ons fit, voelen we ons geïnspireerd. Echt ook het gevoel dat we ermee bezig zijn. Ja. Lekker. Ja. Acties ondernemen op de dingen die je wil, die kosten misschien op de korte termijn wel energie. Hè? Bedoel, als je een workout gaat doen, kost dat energie, maar het levert veel meer energie op uiteindelijk. En één minpuntje, het opzoeken van het gemulle zand. Ja, stoppen ermee. Ja. Gewoon skippen. Nu. Nee, dus blijf het maar doen. En dan moet je opletten volgende week, hè. Ilse staat er dan te vertellen. En dan moet je echt waar, moet je naar Mira kijken. Die staat dan. Staat ze. Let op. Ja, maar dat is gewoon cynisch. Staat ja. En moet ik stiekem ook wel een beetje om lachen. En denk, ja, zou ik ook doen, Mira. Ik kan alleen maar lachen. Oh man. Kut.